Hallo en welkom. Dit is 99Bitcoin in het Nederlands. Welkom terug op het 99Bitcoins YouTube kanaal. In deze video kijken we naar 3 momenten die mogelijk kunnen leiden tot waanzinnige crypto winsten. We hebben het over 10 tot 1000x potentieel. Wat een geweldige week voor de crypto markten. Wat een geweldige maand voor de crypto markten. Op de dag zien we een lichte pullback, maar niets om ons echt zorgen over te maken. Naar mijn eerlijke mening. Zo kunnen we zien dat Elon Musk onlangs, de echte Elon Musk, een kikker heeft getweet. Wat je doet denken aan Pepecoin, toch? Dus dit is op zichzelf al erg bullish voor de memecoin sector. Kikkermunten zouden inderdaad kunnen gaan stijgen omdat Elon Musk er net over sprak. En de eerste is natuurlijk Pepe Unchained ECO die op weg is naar de 35 miljoen dollar. Op het moment dat ik deze video maak, heeft hij zelfs de 36 miljoen dollar gehaald. Wat waanzinnig is. 1 Pepu is 0,0128 op dit moment. Het is een layer 2 munt en over het algemeen zeer bullish. In principe gaat de munt rechtstreeks naar DEX, maar hier staat ook dat Coinbase Tier 1 exchange listings onderweg zijn. Dus dit zou Coinbase, Binance, Robinhood of een andere grote jongen kunnen zijn. Wat we op dit moment weten is dat Robinhood, Coinbase en Binance op dit moment veel memecoins noteren. Dus erg bullish. Het zegt dat Pepe Unchained ICL op weg is om 35 miljoen dollar op te halen in de voorverkoop. Terwijl whales inladen. Coinbase noteert nieuwe MI-munten en Bitcoin staat nu op 90.000 dollar. Dus zou Pepe de volgende grote token kunnen zijn? Je kunt Pepe hieronder bekijken. Er is een link als je deze munt wilt kopen. Want dat gaat naar een aantal grote beurzen volgens dit hier. Over 24 dagen. Dus de tijd dringt. Ik wil heel graag zien waar deze munt naartoe kan gaan. Dus je kunt de link hieronder bekijken. Je hoeft alleen maar je portemonnee aan te sluiten. Je hebt MetaMask, de beste portemonnee of Wallet Connect die je kunt gebruiken om Ethereum of Tether om te zetten in de gewenste hoeveelheid Pepe Unchained tokens. Ze vieren dat de 35 miljoen dollar is opgehaald. We zien hier veel views en anticipatie voor deze munt. Dus dit zou echt die volgende grote 10 tot 1000x kunnen zijn. Ze hebben een DEX, een Bridge. Een block explorer, staking, ze hebben ook een ontwikkelaarsbeurs die de bouwers zal aantrekken. Ze hebben anti-rock beveiliging, zodat ontwikkelaars niet tegelijkertijd de liquiditeit kunnen aantrekken. Dus zeker een kijkje waard als je boeddhist bent op memecoins in deze cycle. 8 miljard maximale voorraad, geen inflatie, voorverkoop krijgt 40%. De volgende munt wordt No Man's Land, een nieuwe mememunt van Solana in de crypto ruimte. Er is geen andere munt zoals deze. Deze munt is volledig doxed, volledig KIC geverifieerd op de Solana keten en we hebben vandaag al een paar goede candles op de 4 uur grafiek. 360.000 dollar liquiditeit, 7 miljoen dollar market cap. Is dit de dag dat we een 2 tot 3x zien gebeuren voor deze munt? Want er zijn een aantal eerste rang alfa shillers die de handen uit de mouwen gaan steken en posten naar hun communities. Wat de munt de lucht in zou kunnen schieten. Dit is Daniel Eggington aan de linkerkant. Die zes ongelooflijke missies doet. Hij gaat door zes ongelooflijk gevaarlijke gebieden. Je hebt de Braziliaanse favelas, Darien Gap, Siberië, je hebt de Arktische overleving in Zweden, je hebt Marokko, de stad Atlantis, je hebt Sichuan, je hebt Pakistan, waar ze door gekke bergen gaan. Ja, dit is een coole munt: 1 miljard voorraad, geen belasting, vergrendelde liquiditeit, er wordt inderdaad tegelijkertijd afstand gedaan van het contract. Laat me weten wat je van deze munt vindt. Ze hebben ook een liefdadigheidsinstelling genaamd Beyond Boundaries waar ze inheemse gemeenschappen en microgemeenschappen helpen en diegenen die onderbedeeld zijn. Dus je kunt net zo goed iets goeds doen voor de wereld nu die er toch is. Dus als je graag een munt als deze wilt kopen met een realistisch verhaal dat op dit moment echt bullish is. Het is op Radium Dex, je kan dus natuurlijk kopen met Dex Tools of Dex Screener. Ik denk dat het een echt een geweldige uitziende munt is op het Solar netwerk Er is een maximale voorraad van 1 miljard, maar ze hebben 5% van de tokens verbrand. Dus er is een vermindering. Ze hebben nu hun Gecko notering wat er recent iets is. Ze hebben ook binnenkort een coin -market cap notering en ze verbranden ook nog eens 5% van de voorraad op kerstavond. De eerste operatie is dus waar Dan Land in Brazilië. En dat is vandaag. Lees hier meer over hun verhaal. En volg ze op Twitter, ze hebben 395 volgers, het is de moeite waard om ze te volgen. Blijf dus op de hoogte van de gemeenschap. En ja, deze heeft de zeker potentie om een van die grote te gaan worden. Dus bekijk de link hieronder. Floki Inu is de volgende alleen al omdat we Coinbase hebben zien teasen. De notering van Coinbase staat op de roadmap. Floki staat op de roadmap van Coinbase. Iedereen, dit is absoluut bullish. En natuurlijk, nu Coinbase meer mememunten noteert, betekent dit dat ze ook dingen als Pepe unchained en andere meme-munten in de crypto-ruimte kunnen noteren. Het is zeker een goed moment om de roadmap van Coinbase te bekijken: 0,00025 dollar. Het is in feite in de buurt van de vorige all-time High die in de 3's ging. Natuurlijk ging de totale market cap toen ook de 3 miljard in. Maar dat moeten we ook nog zien gebeuren. Dus ik denk dat Floki het potentieel heeft om de 4 tot 5 miljard dollar in marktkapitalisatie te belanden in deze specifieke market cyclus Maar voor nu is het allemaal speculatie en we moeten meer algemene groei zien in de crypto-markt. Dus we hadden natuurlijk munt nummer 1 als Pepe Unchained. De link staat hieronder als je deze wilt kopen, want hij is snel uitverkocht. Munt nummer 2 is No Man's Land. Ik laat hieronder ook een link naar de grafieken achter als je hier meer over wilt weten. Hou de prijsactie in de gaten, want het begint er heel sappig uit te zien. En munt nummer 3 is Floki Inu hieronder. Bedankt voor het kijken naar 99Bitcoins. Tot snel, like, abonneer, geef commentaar. Fijne dag allemaal, laters!